Demi Lotus is vorig jaar verkozen tot 3FM Serious Talent met haar nummer Cannonball. De singer-songwriter uit Eindhoven heeft meer dan 5000 maandelijkse luisteraars op Spotify. En met haar band speelt ze dit najaar in maar liefst 13 steden met de popronde. Demi, yes. Welkom in de show. Dankjewel. Ik vind het heel leuk dat je hier bent. Ik ook. Ik volg je al een tijdje. Je bent nog niet zo lang bezig, 2 jaar geleden. Volgens mij je eerste single, Saturday Girl, klopt dat? Ja, de eerste release inderdaad. Eerste release. Er zat ook een videoclip bij. Yes. En dit jaar natuurlijk de popronde. Ja. Je hebt al 6 steden gehad, volgens mij. Ja, 7. Misschien wel 7. 7, ja, nu ja. Vanavond Almere. 8. Ja. Is dit je eerste grote tour of treden jullie al best wel regelmatig op? Nee, we treden wel regelmatig op. Afgelopen zomer hebben we een rustige zomer gehad. Omdat ik ervoor heb gekozen om heel veel nieuw werk te schrijven. Dus ja, daar lag mijn focus, zeg maar. Deze zomer dan. Maar vorige zomer hebben we wel echt gewoon lekker wat festivals meegepakt. Dus, waar heb je zo gespeeld? Even denken, bevrijdingsfestivals, zomerparkfeesten, Huntenpop hebben gestaan en Elastiek in Hilvarenbeek. Mm-hmm. Ja, heel veel mensen kennen dat nog niet, maar het is echt een heel gaaf festival. Oké. Okay. En ook nog wat regionale dingetjes. Ja, leuk. En een paar keer 3FM? Yes. En daar ben je Serious Talent? Ja, klopt. Ja, om de mensen wat context te geven wil ik eigenlijk wat laten horen van je. Zullen we even luisteren? Ja. Am I gonna get to hold my hand when I can't anymore? And then it's alright if you think of what we had was wrong. And then it's alright that a fool beside for way too long. And then it's alright all in love but like a fireway. 'Cause it's beautiful to watch us crash and burn. Ja, dit was Cannonball. Die staat op je album, 15. Ja, klopt. Yes. En tweede single. En tweede single, ja. Ja. Ja, wat me opvalt bij jouw nummers, ze zijn echt heel bijzonder goed afgewerkt. Het klinkt heel professioneel. Nee, echt. Voor een beginnende act klinkt het heel professioneel. Oké. Heel veel details zitten erin, effecten, veel synthesizers gebruik je natuurlijk. Ja. Dan ben ik nieuwsgierig. Hoe komt zo'n nummer tot stand? Hoe die is uitgebracht, zo is die niet, zo was die niet zeg maar ontstaan. Mm-hmm. Ik heb mijn eerste single heb geschreven met Rupert Blackman van Causes, samen met de gitarist daarvan, Jan. En Saturday Girl, toen Cannonball en het was van ook weer vet nummer, maar ja, hè, Saturday Girl was natuurlijk best wel een groovy, soul, heel popvriendelijk liedje. En dat goed liedje, al zeg ik het zelf, maar bekijk het heel objectief. Maar ik wilde net even wat anders of zo. Net meer elektronisch, net meer ballen of zo, weet je wel. En maatjes van mij, Tines en Skidgy Raps, die hebben toen de productie omgegooid, zeg maar. En toen is dit eruit gekomen. Oké. Maar schrijf je die nummers helemaal zelf? Of? Ik heb het dus samengeschreven met Rupert en Jan. Ja. In de vorm van een co-write. Ja, precies. Dus, en de teksten komen van jou? Ja. Okay. Ja. Hebben we samengeschreven. Ook samen, ja. Ja, inderdaad. Oké. En hoe heb je tieners eigenlijk ontmoet? Gaat het via je label? Of? Even denken. Via mijn manager heb ik Tines ontmoet, want hij heeft volgens mij, hij heeft in een bandje gezeten en daar deed mijn manager toen ook een management van of zoiets was het. En zij kenden elkaar sowieso al een tijdje en mijn manager liet mij met verschillende mensen samenwerken aan het begin van mijn contract, gewoon nog steeds trouwens, om echt te ontdekken van, want ik was toen net 16, om echt te ontdekken van, goh, wat wil ik nu eigenlijk doen? En wat ontstaat er eigenlijk als ik met die en die samenwerk? En toen heeft hij me uiteindelijk dus ook in contact gebracht met Tines. En dat, die was echt een bom van energie en positiviteit. Als je daarmee in een hokje zit. Dus het was echt heel tof. Samen te werken. Ja, wauw. Je bent nieuw werk aan het schrijven dus. Dat heb je in de zomer gedaan. En dat komt in 2017 uit, denk ik. Ja, ik heb natuurlijk net de nieuwe single Stay Gold uit, maar er liggen wel al plannen voor een volgende single. Spannend. Zeker, ja. Ga je daar al wat van spelen op de popronde? Ja, hij zit in de setlist. Cool.
Oké, na de show dan praat ik nog verder met Demi over onder andere haar album 15, de promotiekanalen die ze gebruikt. En ik wil alles weten over hoe ze haar nummers live uitvoert. Want dat is ook nog wel een speciaal verhaal. Je kunt dit gesprek downloaden als podcast. De link kun je vinden in de description van deze video of op www.talkandmusic.net. Demi, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En je gaat straks, wat ga je voor ons spelen? Stay Gold. Stay Gold. Single, yes, tof. Uiteraard. Maar nu eerst, tijd voor Geertal.